U raadt het al, het is weer maandagavond. Tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, van harte welkom. In de vorige aflevering van Opinie hebben we het gehad over het afwijkend gedrag bij jongeren. En toen spraken we met meneer Lucien Naarden en de heer Trustful. En het valt me op dat ik zit, mijn kinderen zitten, iedereen zit en een half uur lang praten we niet meer met elkaar. Maar de informatie zien, krijgen we daar vandaan. Dus we wisselen geen ervaringen meer op, we kijken elkaar niet meer in de ogen. We ontdekken ook geen dingen meer wat er met ons gebeurt, wat er met je kind gebeurt. Weet je? En we kunnen er niet mee omgaan. En we zitten in een verschrikkelijke periode dat we eigenlijk moeten leren omgaan met wat op ons afkomt aan informatie, maar wat er gebeurt met de kinderen en hoe ze zichzelf vormen met de informatie waar we geen controle op hebben. Oh, ik wil zelfs aanvullen, laten we niet doen als volwassenen alsof wij niet de schuldigen zijn, want wij zijn schuldig. We kunnen alles schreeuwen naar de jeugd toe. En hij heeft het over zichzelf en een half uur. Dat zelfs oudere mensen steeds langer nu op die stomme telefoon zitten. Februari 1980. En we tellen dan op naar 25 februari 2018. Dan merken we dat er dus 38 jaren lang al de dag van bevrijding, de dag van revolutie wordt gevierd. Politiek, economisch, bestuurlijke, maar ook sociaal-maatschappelijke veranderingen werden gebracht in Suriname in die periode, in die revolutieperiode. Door die revolutiebeweging. Vanavond gaan we het hebben over de nalatenschap van die revolutie. De gasten voor vanavond zijn Yvonne Raveles Resida, voorzitter R. Dobro Raveles Stichting. Raveles komt oorspronkelijk uit het onderwijs. Van 1996 tot 2000 is hij de minister geweest van het ministerie van regionale ontwikkeling en het ministerie van justitie en politie. In de periode van 2000 tot 2010 is Raveles lid geweest van de Nationale Assemblée van Suriname. Thans is zij de voorzitter van de R. Dobro Raveles Stichting. Kijkers, Yvonne Raveles Resida. Beryl Boutou, gewezen voorzitter Nationaal Jeugdparlement. Boutou is in de periode van 2010 tot 2013 de voorzitter geweest van het Nationaal Jeugdparlement. Thans is hij student verbonden aan de International Business School Americas Europe en is hij de directeur van de Centrale voor Vissershavens in Suriname, NV. Mevrouw Raveles en de heer Boutou, welkom. U weet, als we het hebben over revolutie, dan heeft iedereen een eigen ervaring, de jongeren vanuit de andere hoek en de ouderen vanuit de andere hoek. Als we mogen beginnen bij u, mevrouw Raveles, hoe heeft u die revolutie ervaren? Nou, dat is een begin geweest natuurlijk. En het was een zeer woelige tijd. En dan word je op een ochtend geconfronteerd met er is revolutie. Schrik, want je hebt het altijd uit het buitenland gelezen, maar hier zelf. En dan denk je van, nou, wat moeten we hiermee aan? Maar het was een periode waarbij verandering zeer nodig was. Want het ging absoluut niet goed in ons land. De politici luisterden praktisch niet naar de mensen. Ze deden hun eigen zin. En
over vrouwen gesproken. Er was één vrouw als in de Staten, in de Assemblée. Ja, want toen werd het Staten van Suriname genoemd, klopt, ja. En het was toen al Assemblée, hè? Het was al 75 geweest. Ja. Oh, na 75 was het. Maar die ene vrouw die was er eigenlijk pour la forme. Dat de vrouwen iets in te brengen hebben, hadden helemaal niet. Maar wij waren in die periode heel erg bezig. Je kan zeggen, de groep vrouwen die bezig was, dat waren de echte activisten. Gelukkig zijn er nog een groot aantal die niet vertrokken zijn al, maar die er nog zijn en op hun manier bezig zijn. In elk geval, toen wij van de eerste schrik waren bekomen, toen hebben we gezien hoe dat zich verder heeft voltrokken. En wat we zagen, want men zegt, in deze tijd alleen wordt er geroofd en gestolen. Die tijd was vreselijk. En de militairen die hadden overgenomen. En ik ken één verhaal. Dat is een verhaal wat door een vrouw die het zelf ervaren heeft aan mij verteld is. De rovers waren bij haar binnengekomen. Ze is gaan klagen bij de militairen. En ze zijn met haar rond gaan rijden. En ze hebben de rover gepakt. In elk geval, zo was het op dat moment. Mensen die dachten dat ze zouden gaan roven, die werden opgebracht. Het kampement was, u weet, er was nachtklok, avondklok. En na een bepaalde tijd mocht je niet meer op straat. En de mensen gingen dan, weet je, die dan op straat waren, die werden dan even meegenomen naar het kampement. En daar kregen ze echt wel, laten we letterlijk zeggen, de kou boven het hoofd. Want ze moesten daar zitten op de baan. De ervaring die we hebben gehad toen, was dat er aandacht werd besteed aan de Surinaamse mens. Vanwege het feit dat er zo'n grote beweging was dat mensen elkaar weer begonnen te helpen. En ze werden ondersteund door de militairen. Jammer genoeg was er wel een jugu-jugu tussen de militairen en de politie. Dat weten we uit die tijd, dat weten jullie niet, jullie waren veel jonger. Maar de militairen hebben in feite de zaak toch wel zodanig geleid dat de mensen overdag weer betrekkelijk rustig konden lopen, want de rovers waren inderdaad behoorlijk angstig. Hoe die periode zich verder heeft voltrokken, was dat, en dan ga ik nu praten over, we waren activisten, hè? De vrouwen waren in organisaties. En ik was ook in mijn organisatie toen. Ik was in de NVB en de Nationale Vrouwenbeweging, die nog steeds actief is. En wat er gebeurde was, en dat was zo plezierig, dat in het eerste kabinet toen gelijk twee vrouwen werden benoemd. En de eerste vrouwelijke minister deed haar intrede. Dat was ongekend. En de eerste vrouwelijke onderminister deed ook haar intrede. Ik kan de namen noemen. Sigmien Staphorst was de eerste vrouwelijke minister. Nel Kappel-Stadwijk, die was de onderminister. Twee vrouwen die gelukkig nog heel actief in onze samenleving zijn.
En ik denk dat ze echt wel uit die periode goed gemotiveerd zijn. De vrouwen die kregen dus hun plek en konden meewerken aan alles wat er gebeurde. Er werd geluisterd. En ik kan een aantal zaken noemen, want het is voor jullie natuurlijk vreemd. Jullie hebben het niet meegemaakt. Dat, en ik ga een voorbeeld daarvan geven. Als je op een bepaald ogenblik trouwt, en dat was in 1970, daags daarna moet ik naar de bank. En ik sta, het was de HBU, later ABN. En ik was nog niet zo gewend aan de naam van Raffles. Dus een mevrouw aan de balie die roept en roept, maar ik geef geen sjoegen. En iemand tikt me op de schouders en zegt, die mevrouw die roept. En ik kijk. En ik word geroepen, mevrouw Raffles, ja. En, ze weet het, ja. CBB had intussen doorgestuurd. En wat krijg je dan? Een pak kaarten. En u wil het niet geloven. Ik werkte. Het was mijn geld. Maar mijn man moest tekenen. Maar even, wat bedoelt u met een pak kaarten? U bedoelt een pak met geld? Nee, een pak kaarten waarop staat dat je getrouwd bent. En dat je vanaf dit moment eigenlijk een tweede vader hebt, want die man moet tekenen. Ja, en nu ga ik u zeggen waarom ik dit expliciet zeg. Want u zegt het heeft misschien niets met RIVO te maken. C11, dat was 1983, april, heeft ervoor gezorgd dat dit wat mij overkwam in 1970 weggewerkt werd. Want daar krijg je dan de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Ja. Is een mijlpaal voor ons geweest. Als vrouw? Ja, is een van de goede dingen die zich in die periode heeft afgespeeld. Ja. Het is een hele mond vol. Ja. Maar we komen zo weer op, we komen zo meteen weer op terug. Ja. Dan gaan we dan even dieper het verhaal van u. Ik kijk naar de heer Boudou en ik weet wat de mensen, maar misschien die nu op dit moment aan het kijken zijn, zich zullen afvragen. Ik ben van 1982, dus ik heb de revolutie niet mogen ervaren. Ik heb het ook moeten hebben van lezen, opzoeken, ja. Informatie. Ja. Ja. Ik vermoed dat de heer Boutou jonger is dan mij. Dus voor de mensen die misschien zich zullen afvragen, maar dan, wat weet die Daryl Boutou dan van de revolutie? Jazeker. Kijk, revolutie, het is geschiedenis. Het is ons geschiedenis. En als je kijkt naar de periode, de revolutieperiode, is eigenlijk in onze politieke geschiedenis de meest besproken periode van ons, vanaf die periode. Zelfs de onafhankelijkheid van 1975 wordt niet zo vaak besproken. Dus het is iets dat je, zelf als je nou wil of niet, krijg je ermee te maken. Met al de goede en minder goede dingen die zich heeft voltrokken rond de periode, revolutieperiode, is het toch wel iets waarmee we vandaag de dag nog sporen van kunnen merken. En ik denk dat het goed is dat je zeker als jongere, eigenlijk als je niet eens zou willen gaan begrijpen of weten wat er precies zich heeft voorgedaan, dan is het eigenlijk een klein beetje van je geschiedenis als land, als jongere, waarmee je eigenlijk niet wil bemoeien. Wil je vele van de dingen, wil je een goede referentie hebben om dingen te kunnen staven, om dingen te onderbouwen, te kunnen aangeven, is het goed dat je bijvoorbeeld ook luistert naar verhalen zoals mevrouw Raffles dat aan ons voorhoudt. Zijn goede verhalen uit onze geschiedenis en zeker rond de revolutieperiode als de meest belangrijke of besproken politieke geschiedenis van ons land. Kijk, ik weet niet van jou, en heb ik het echt rechtstreeks naar meneer Boutou toe, ik weet niet van jou, maar bijvoorbeeld in mei, ik ben van 82, zei ik al eerder, ja. En de dingen die ik heb mogen
horen van de revolutie, want ik heb het niet ervaren, samen met jou niet. Maar de dingen die ik heb mogen horen, mevrouw Raffeles, van de revolutie, waren, mogen alle wandelgangen hoor, van de ouderen meestal, waren alles behalve mooi. Weet je, als je over, als het, anything hoorde over de revolutie, was alles behalve mooi. Jij bent onderzoek gaan doen, want je zegt het is een hele belangrijke periode van in onze geschiedenis, vooral politieke geschiedenis. Vond jij het nodig, die revolutie? Nadat jij dus je onderzoek hebt gedaan en hebt gelezen. Er was, mijn moeder is ook in die tijd jonger geweest. Ik denk dat mijn moeder 20-plusser was in die tijd, want ze is van 1963. En als een van mijn belangrijke voorbeeldfiguren is het altijd, doe ik altijd research bij haar om te weten hoe heeft hij het zelf ervaren. Er was een enorme ontevredenheid op een gegeven moment, volgens wat ik zelf heb vernomen, gelezen heb. En ook mensen die dat hebben ervaren, er was een enorme ontevredenheid in de samenleving. En op een gegeven moment heb je dus het volk, in deze dus de militairen, die de durf hebben genomen om in opstand te komen. In opstand om in principe een verandering teweeg te brengen. En iedereen heeft het in die periode, en mensen, het gros, heeft het toegejuicht. Hetgeen dus betekent dat een verandering nodig was op dat moment in het land, omdat de ontevredenheid onder de samenleving enorm te merken was. Dus als u mij vraagt, moet ik aangeven dat met de nodige informatie die ik heb gekregen uit verhoor, het, research, was het wel nodig. Ja. Het was echt wel nodig om die verandering te brengen in die periode. Maar dan moeten we echt naar mevrouw Raffeles, denk ik, hiervoor. Want dan zit ik me dan af te vragen, hoe komt het, vooral voor de Rehouten en ik als jongeren, hoe komt het, mevrouw Raffeles, dat al de zaken die ik hoorde, die, de meeste van de ouderen nogmaals die komen, hoe komt het dat het dan altijd als iets, als een periode werd gebracht dat erg eng, triest en dramatisch was? Hoe komt dat stukje dan? Wat er gebeurde is dat op een bepaald ogenblik, zoals Daryl het zei, iedereen eigenlijk, of praktisch iedereen, de revolutie toejuichte. Maar als er zaken misgaan, dan heb je op een bepaald ogenblik toch wel dat iets overschaduwd gaat worden. En dat men gewoon dat wat misgegaan is, ernstig misgegaan is, in onze samenleving, eigenlijk gebruik heeft om de rest, dat goede, wat er wel gebeurde in die periode, bouwen van huizen voor mensen, helpen, noem maar op, dat het helemaal is gaan overschaduwen. En dat is wel jammer, en daarom zeg ik, op een bepaald ogenblik moet je je geschiedenis gaan herschrijven. Want er zijn dingen gebeurd die absoluut, als wij als burgers het anders zouden hebben gedaan, maar als je in een periode bent waarbij de gewapende macht de scepter zwaait, dan moet je daar ook rekening mee houden. En dat is wat er gebeurd is. Er is een overschaduwing heeft plaatsgevonden. Ja, ja. Waardoor de goede dingen minder goed waren. We hebben bijvoorbeeld ook militie gehad, toch? En die militie was niet nieuw. Want tijdens de oorlog was er al militie. Alleen had het een andere naam, het heette schutterij. Mijn oudste zuster is toen, heeft toen Suriname ook beschermd in de schutterij. En dat was militie. Dat zijn dingen die... Ja. Dus inderdaad, dus als we eigenlijk kijken naar bijvoorbeeld onze parlement vandaag de dag, kan je eigenlijk zeggen dat de basis gelegd is in de revolutieperiode, als we kijken naar onze vertegenwoordiging van vrouwen in ons parlement. Om dat maar als voorbeeld te geven. Mevrouw Raffeles is daarop dan het ingegaan om aan te geven dat bij de komst van de revolutie
heb je dus een betere vertegenwoordiging gehad van vrouwen in het kabinet. Kijkt u maar, de beweging heeft zich dus op dat moment bewezen. Als we kijken dus vanaf die tijd naar nu wat de ontwikkeling geweest is en hoe vrouwen de kans gekregen hebben om zich op bestuurlijk niveau te kunnen profileren. Zo is. Dat is een enorm ding, is een belangrijk ding dat je ook moet meenemen als je dus de revolutieperiode wilt bekritiseren in principe. Het is absoluut zo, want als je weet dat de helft van je bevolking van het vrouwelijk geslacht is, kan je ze toch niet uitsluiten? Want dat betekent dat je ontwikkeling niet ter hand neemt. Ja. U zei daarnet ook, ik dacht dat ik u hoorde zeggen, er is zo weinig vastgesteld. Dus er is zo weinig geschreven, want inderdaad doe ik mijn eigen onderzoek. Ik denk, de heer Boete doet ook zijn eigen onderzoek. Ja. Maar moest er zo niet, u haalde dat net aan, zou er nou niet eens, voor eens en voor altijd, dat ding, de geschiedenis, dat, vooral dat stukje geschiedenis, zoals meneer Boete zei, een heel belangrijk stuk geschiedenis van Suriname, politieke geschiedenis, zodat voor eens en voor altijd nou niet echt eens herschreven moeten worden, mevrouw Raveles? Dat is het absoluut. Er gaat zoveel verloren en zoveel zakt weg, omdat mensen het niet hebben vastgelegd, dat ik bang ben dat op een bepaald ogenblik de zaken in de vergetelheid zijn geraakt. Ja, ja. En dat niemand er meer, want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, ik ben goed bejaard, velen van mij, en die hebben wel dat meegemaakt. Maar die gaan weg. En dan is er niets geschreven. Ja. En niets blijft over. Dus het moet geschreven worden. Ja, ja. En daarom is het is belangrijk. Je hebt history, maar je hebt ook her story. Her story. En de vrouwen moeten dat absoluut gaan vastleggen. Ja, ja. Er is wel wat, maar verhalen die moeten echt verteld worden met feiten, want het kan gestraft worden. Ja. Want het is jammer natuurlijk als u zegt dat er zoveel mooie dingen zijn gebeurd in die periode, waarbij als je dus de verhalen hoort dat het alleen maar gaat om erg enge, trieste, dramatische zaken. Terwijl u ons hier vertelt nu dat er heel veel goede ontwikkelingen waren op dat moment. Absoluut. We hebben ook een andere mevrouw geïnterviewd, mevrouw Lucinda Plet, die dus ook haar ervaring met ons wil delen, hoe zij de revolutieperiode heeft ervaren. Laten we even gaan kijken naar mevrouw Lucinda Plet. Als kind was ik verplicht om naar nieuws te kijken. De overgang van dus eigenlijk de koloniale periode naar de revolutionaire periode was voor mij net een happening, iets speciaals dat gebeurde. Reden waarom, ik kom eigenlijk uit een familie die zeer progressief is. Mensen zijn revolutionaire, laat me dat zo zeggen. Als klein meisje van 6 jaar toen, werd ik ook verplicht gesteld om naar al die beelden te kijken. Zodra er wat gebeurde, moesten we, waren verplicht als kind mee te kijken. Dus het proces van revolutie hebben wij niet ervaren als te zijn een slechte periode. Ik denk dat in mijn hele opbouw, datgene dat wij eigenlijk hebben meegehad, alle kinderen die uit dat erf kwamen, de boodschap was eigenlijk van, is iets dat moest gebeuren. Wij hebben nimmer kunnen merken dat mensen ontevreden waren, totdat dat stukje van 82 kwam. Maar ik denk dat er veel is dat achter de schermen gebeurd is, dat wij niet wisten. Maar op zich was dat geen slechte periode voor ons. Nee, absoluut niet. Natuurlijk, jeugd, niemand moord toe. Dat kan nooit goed zijn. Maar
wat wij eigenlijk eruit hebben kunnen putten. De veranderingen die er kwamen. Dingen die er waren verdwenen. En eigenlijk moet ik zeggen, het kenmerkelijke van die revolutie, dat ik dus heb gezien, dat ik heb waargenomen, was dus orde en rust. Wanneer mensen zich misdroegen, werd het direct afgestraft. En dat mis ik nu. Omdat soms als wij als mensen een beetje afwijken van het pad die wij moeten volgen, die wij moeten volvoeren, dat het goed is om de mensen weer op het pad te brengen. Soms moet dat met de harde hand gebeuren. Soms kan dat rustig gebeuren. Maar als het de situatie van dien aard is dat mensen zich zodanig op zodanige wijze gedragen, dat dat eigenlijk gecorrigeerd moet worden, dan moet dat ook gecorrigeerd worden. Men moet niet bang zijn om dat soort dingen te doen. Want je tolereert de ene keer, de andere keer, die andere ziet dat en gaat daar verder mee. Revolutie, lukupinasma. Leer libinanga umusrevi. Verdraagzaamheid, helpen van elkaar, waar nodig. Wij woonden aan een zandweg, langs een zandweg. Fosfosi, kombe, ben de trafasi. Nu heb je een totaal andere omstandigheid waar mensen veel al ondernemen. Maar wij woonden langs een zandweg. Hadden de wegen gaten, was het geen openbare werken die het kwam doen. Openbare werken had zijn routinematige dingen die hij deed. Maar wij als buren kwamen bij elkaar. Het waren met de kinderen, met de ouders. Ik had zo'n lieve buurman, meneer Soek Dulsing, die van eigenaar, oud-eigenaar van DAG. Die kwam erbij en met zijn schop van zijn huis uit. En zo waren we bezig alle gaten te dichten met de kindertjes. We waren toen onderling, we speelden samen de kindertjes van Crioro. Zo waren we bezig daar in de straat. Mijn oom, meneer Beljot, en zo waren we samen bezig. En dat heeft allemaal een ander impact op jouw leven. Jouw levenshouding zal naar anderen ook anders zijn wanneer je dat hebt meegemaakt. Wanneer je de betrokkenheid ziet van jouw ouders, jouw buren, de manier hoe je met elkaar leeft. De discipline die wij hadden toen, het gezag dat een leerkracht uitstraalde, dat hebben wij niet meer. Het is soms fijn en ik voel me eigenlijk geëerd en ik voel me als uitverkorene. Dat mijn ouders mij dat stukje hebben meegegeven. Dat ze me deel hebben laten zijn van dat deel. En van dat gebeuren, laat me dat zo formuleren. Waardoor ik mij verplicht voelde om dat ook over te dragen aan mijn kinderen. Ik zeg, wanneer iemand jou wat zegt, dan moet men goed onderbouwd naar jou toe komen. Zodat jij voor jezelf een analyse kan maken wat waar kan zijn en wat niet waar kan zijn. Want soms kan de leugen ook op waarheid lijken. En dat moet jij niet onderschatten. Ik zeg, ik dring jou niets op om te geloven. Maar dit zijn feiten. Ga van jezelf na wanneer er stichting woningen zijn gekomen. Ga voor jezelf na wanneer mensen daadwerkelijk dingen hebben gehad. Om zichzelf te kunnen bedruipen. Ook al gaat dat niet altijd even zoet. Wanneer ik je het ene geef, kijk hier in huis wat er gebeurt. Zal ik dat offer elders moeten brengen? Dat wil zeggen, dingen die ik toen deed, ga ik later misschien weer kunnen doen, maar ik moet door die mangel. Het offer breng je voor het ander, toch? En wanneer ik zeg, de ene heeft water vandaag, had nooit.
We zullen ergens, het moet ergens vandaan komen. Ik zeg, het komt niet uit een koker van de boomstreek. Het moet uit een pot gehaald worden. Ik zeg, dat manifesteert zich nu. Ik zeg, ik word ook boos. Ik scheld ook. En je weet het, je ziet het. En prijs. Die schepper van alles dat leeft. Dat mijn kinderen daar begrip voor hebben. Mijn kinderen gaan er gewoon door. Niemand komt met een circusverhaal op ze. Om ze eigenlijk iets voor te houden dat niet helemaal niet zo is. Aldus mevrouw Lucinda Plet. Zij heeft ons verteld hoe zij die riffelperiode heeft ervaren. Zij en haar familie natuurlijk. Het komt bijna een beetje op neer op haar. Hetgeen mevrouw Raffales ons vertelde, dat er dus niet alleen maar vervelende dingen toe te kennen zijn aan die periode. Absoluut. Bijvoorbeeld als ik weer terugkom op de rol van de vrouw, dan zei u ons nog dat eigenlijk voor de Revo-periode de rol van de vrouw alleen maar was verzorgster van het gezin. En dan was het klaar. Heel marginaal. Heel marginaal. Ze was in de politiek niet zichtbaar. En in het bestuurlijke. Niet zichtbaar. Ja. Je had geen vrolijke directeuren. Nauwelijks. Je had geen ministers. En dan komt plotseling Riffel. En het mooiste is eigenlijk geweest dat op een bepaald ogenblik de revolutie on hold gezet gaat worden. Het was de 25 februari beweging waarin we zaten. En die gaat on hold gezet worden, omdat dan weer verkiezingen worden uitgeschreven. En dan wordt het moet je overgangskabinet hebben, toch? Een overgangs-DNA. En in die overgang had je 5 vrouwen. En dat was nooit eerder gebeurd. Ik heb zelfs begrepen dat iemand gezegd heeft, maar waarom moeten er 5 vrouwen zijn? Ja. Onvoorstelbaar bijna zou ik willen zeggen. Dat überhaupt zo'n vraag wordt gesteld. Echt, waarom 5 vrouwen? Waarom moeten er 5 vrouwen zijn? Dus die periode van de revolutie heeft echt de vrouwen, laten we zeggen, tot meer leven doen ook. Ja. De vrouwen gingen studeren. Het werkt nog steeds door tot nu. We kijken eigenlijk nu bezorgd naar onze jongens. Dus dat wil ik u net zeggen. We kijken bezorgd. De vrouwen hebben bijna, overhand genomen. Ik denk dat we, zonder dat we het eigenlijk doorhebben, maken we een andere revolutie mee, waarbij jongeren de kans krijgen om zich zodanig in te zetten op hoge posities. Als je kijkt dus vanaf 2010, de vertegenwoordiging van jongeren binnen de Nationale Assemblée, richting 2015 met de jonge ministers die de ruimte gehad hebben, ook die jonge directeuren en noem maar op, dat jongeren ook een forum krijgen, jongeren krijgen de ruimte om zich te profileren. Het is een revolutie, het is weer een kenmerk van de revolutie van toen die nu weer te merken is, waar we eigenlijk met z'n allen niet erbij stilstaan. En daarom is het goed om van tijd tot tijd dit soort van goede vergelijkingen te maken om te kijken van waar we komen. Wat is de ontwikkeling geweest vanaf die periode naar nu toe? Dat was dus het moment waar de vrouwen de ruimte kregen om zich zodanig te kunnen inzetten of op te geven op bestuurlijk niveau te mogen participeren. En je hebt nu dus de jongeren die de ruimte krijgen om zich zodanig weer te profileren op dat niveau. En er zijn verschillende momenten waar revoluties zich voordoen, ook in ons persoonlijk leven, waar je er soms niet bij stilstaat. Het heeft allemaal te maken met de kenmerken van het moment waar je opstaat om te zeggen tot hier. Het verandert, een ommekeer, en dat is de richting waar we naartoe gaan. En zo benaderen wij, jongeren van mijn generatie, zo benaderen wij de revolutie. En dat is voor ons het heel mooi ding dat we mee hebben genomen van revolutie, de periode waar we er eigenlijk niet bij waren, maar dus de nalatenschap daarvan wel terugzien in ons persoonlijk leven. Ja.
Meneer Boudou, als je dat stukje, die heel belangrijk politiek stukje, revolutie, de revolutieperiode, mm-hmm. als jij dat onderzoekt op jouw manier, dus die informatie gaat onderzoeken op jouw manier, kan jij dus toch wel zeggen als jongere dat het je nu motiveert? Er zijn inderdaad heel bijzondere dingen uit die periode die jou zeker weer motiveert om bepaalde stappen die je nu onderneemt te kunnen ondernemen. Een van de dingen is het zelf doen, zelfredzaamheid. Dingen doen met beperkte middelen. Yeah. In het moment, nu, de huidige situatie in Suriname, ja, is dat we eigenlijk creatief moeten zijn en dingen moeten doen met onze eigen middelen. Onze eigen kunnen, daar gaat het juist om. En het zijn die dingen die je soms motiveert om te zeggen van, hey, we zijn eigenlijk in een situatie waar we kunnen zeggen, we hebben het moeilijk, maar het is absoluut niet uitzichtloos. Omdat we geloven in onze eigen kunnen en de weinige dingen die we hebben, zijn we toch in staat om van waar we nu zijn, hoger op te komen. En dat zijn echt de dingen die me dagelijks motiveren. Ja. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik vind het, als ik zo langzameraan naar beide verhalen luister, vind ik het dan wel heel jammer, vooral kijk ik iets meer naar mevrouw Rafales, vind ik het wel heel jammer dat er iets gebeurde in die periode, de revolutieperiode, dat het heel, de hele mooie beweging totaal heeft overschaduwd. Ik vind het heel erg jammer. Ja, maar het is jammer. Zijn er, we praten over, daarom is het heel mooi dat we dus deze balans hier zo hebben om te kijken welke andere dingen er ook gebeurden in die periode. Zijn er ook andere dingen, want u haalde een heel mooi voorbeeld aan van de vrouwen, zijn er ook andere projecten, hele positieve projecten geweest in die revolutieperiode? Er zijn heel veel projecten geweest in die periode. Op een bepaald ogenblik, en dan moet ik toch weer even terug, is de 25 februari beweging is geproclameerd. En dat was op 25 november 1983. En in die periode heeft men dus verschillende secties opgezet in die 25 februari beweging, die zich met organisatie van de mensen rond die sectie bezig zou moeten houden. En ik ben toen voorzitter geworden van de vrouwensectie van de 25 februari beweging. Met de opdracht de vrouwen te organiseren in district en Paramaribo. We waren nog een klein beetje te ver van het binnenland. Dus men had opdracht gegeven, beginnen jullie met de districten Paramaribo en dan gaan we langzaam naar het binnenland. De vrouwen van het binnenland die wel rond Paramaribo woonden, die werden er meteen bij betrokken. Ook de districten. Is een geweldige organisatie geweest. Want deze organisatie heeft er in feite toegeleid dat op een bepaald ogenblik, dan als er weer verkiezingen komen, ze ready is om mee te doen. Dan zijn de vrouwen al, je kan zeggen, ready gemaakt om dat over te nemen. Ik zei al, bij die overgang waren er 5 vrouwen. Bij de overgangs, de DNA. Ja. Dat was al een teken. Verder, de vrouwen moesten georganiseerd worden rond hun directe belangen. Geen wazige dingen. Waar had je mee? Waar zaten de vrouwen mee? Welke problemen? Vrouwen zaten met scholing, educatie. Ze zaten met werkloosheid. Ze moesten werk, je moest werkgelegenheid gaan creëren. De vrouwen moesten in de productie. En noem maar op, zo was er een scala van zaken. En hoe zijn we daar aangekomen? Op een bepaald ogenblik is er dan een seminar gehouden. De zaken zijn geëntameerd. En de vrouwen gaan in werkgroepen. En dat is dus de participatie, dat is eigenlijk de participatie van de vrouwen
om deel te nemen aan het ontwikkelingsgebeuren. En dit was aan de vooravond van het eerste decennium van de Verenigde Naties. Dus de vrouwen krijgen dan ook de gelegenheid om deel te nemen in het internationale gebeuren. Ja. Waardoor de vrouwen zich in feite ook op dat moment konden scholen, konden ontwikkelen. Dat is een van de zaken geweest. Ja. En dit heeft verder geleid. Het is eigenlijk het langste seminar geweest wat gehouden is, voor zover ik me kan herinneren. Van april tot oktober 1985. Dat begrijpt u wel. Intussen, eerste decennium in Nairobi. De vrouwen die dus daar naartoe zijn gegaan. Zo heeft men dus geprobeerd de vrouwen bij alles te betrekken. En dat was een heel belangrijk gebeuren. Dus de vrouwen waren heel erg belangrijk voor die, zeg maar eigenlijk nou de vrouwen, het genderbeleid in principe. Was heel erg belangrijk, merk ik uit uw verhaal, voor de revolutiebeweging. Het was specifiek vrouw op dat moment. Gender is er even later bijgekomen. Waarbij dus in feite die gelijkheid tussen de vrouw en de man gaat trekken. Ja. Maar dat, omdat de vrouwen zo achtergesteld waren, heeft men dan het vrouwenbeleid geschreven specifiek voor de vrouw met actiepunten. En is voor het eerst in het beleid toen opgenomen dat de vrouwen de marginale plaats die ze toen innamen, zouden moeten inwisselen voor een ruimer plaats. Ja, ja. En ze kregen die mogelijkheden. Ik weet ook toevallig uit mijn eigen onderzoek, ik denk de heer Boete ook, dat de productie, er wordt vaker gesproken dat de productie, en dan denken we aan fabrieken, we denken bijvoorbeeld aan Alpha 84, het glasfabriek, dat dus er behoorlijk sprake was van productie. Ja. Hoe keek u terug naar? Hoe keken jullie terug naar? Die periode. Nou, een van de dingen die ik noem en die voor ons een heel belangrijk moment betekende, was para-industries. Ja. En para-industries is specifiek opgezet voor het district Para. Eigenlijk kan je zeggen een voorloper van decentralisatie. Exactly. Klopt. En jammer genoeg is vanwege, ik ga dat woord niet gebruiken, want het klinkt heel onvriendelijk. Het is niet mijn bedoeling om onvriendelijk te zijn in dit programma, in tegendeel. Maar para-industries is kapot gemaakt. En als ik zeg kapot gemaakt, dan moet u eens gaan kijken achter Paranam, waar die fabriek stond en die hoog aangeschreven stond, die ons echt een boost gaf. Zoals wij nu staatsolie hebben, waar we heel prat. Heel trots op zijn. Heel trots op zijn, had para-industries dezelfde plaats kunnen innemen. Ja. In het district Para. Weet je wat zou betekenen? Voor het district werkgelegenheid. Iedereen zou worden ingezet, studieplaatsen. Ik weet, Italianen zijn hier gekomen, hebben naar ons zand gekeken, hebben gezegd, we hebben geweldige mogelijkheden wat betreft tegels, hoge kwaliteit, noem maar op. Dit soort dingen zijn onderbelicht geraakt. Vanwege het feit dat er, zoals ik eerder zei, iets wat zich heeft afgespeeld, wat in onze samenleving voor het eerst gebeurde, dat er actie werd ondernomen door de militairen naar burgers toe, dat het
het totaal heeft overschaduwd. Ja. En ik denk dat we daarmee nu toch wel moeten breken. Het hoort niet meer. Onze tijd is nu. Suriname moet zich gaan veranderen. Wij zijn geen eiland. We zijn een deel van die grote wereld. We hebben alles wat die grote wereld wil hebben. We moeten treden uit het marginale waarin we nu zitten. Absoluut. En de vrouwen hebben zich ontwikkeld vanaf die periode tot nu. En ik ben heel trots op wat ik te zien krijg. Geweldig. De heer Boete was heel mooi op dreef toen je zei dat je omschreef revolutie heel mooi. Mm-hmm. Als het moment van het stopt hier, niet verder, het moet veranderen, zei je. Ja. Als we terugkijken, want we hebben het nog steeds over nalatenschap van die revolutie. En dan kijken we naar die jongeren, nu. Je zegt dat de jongeren nu in principe ook worden geleerd, bijna mogen we het zeggen door diezelfde revolutiebeweging en diezelfde leider nog steeds van die revolutie, worden bewogen om, mag ik het zeggen, revolutie anno 2018 nu te voeren. Daarover had je het. Ja. Daarover wil ik graag weer meer weten. Waarom zeg je dat dus de jongeren nu... De revolutie die we nu weer teweeg moeten brengen, is niet meer die revolutie die we toen hebben gehad. Met opstand van militairen, met wapens, et cetera. We leven nu in een tijd waarbij we als jongeren naar onszelf moeten kijken en zeker als land om te vragen waar staan we nu? Wat is die verandering en hoe gaan we dat brengen? Ik wil onderstrepen wat mevrouw Ravales daarnet aangeeft. Productie is een van de meest belangrijke zaken die we nu nodig hebben om te komen uit de situatie waar we zijn. Dus revolutie voor mij zal komen uit onze denken, uit onze handelen. En de wijze hoe we bereid zijn om ons in te zetten, om die verandering teweeg te brengen. Precies daar ligt de revolutie. Omgaan met elkaar, hoe zijn we bereid om elkaar te ondersteunen in, de stappen die we willen ondernemen. Er zijn zoveel jonge mensen en ondernemers die rondlopen met goede plannen. Goede plannen die kunnen zorgen voor eigen productie voor Suriname. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die zaken uiteraard worden uitgevoerd? En dat is in ons denken. Wat kunnen we doen met de weinige middelen die we hebben? Je creativiteit. Dat is die niet wanneer we bezig zijn met elkaar te vechten op Facebook. Niet wanneer we bezig zijn met elkaar over en weer op televisie uit te halen. Dat brengt ons nergens naartoe. De revolutie zullen we vinden in de design die we met elkaar samen moeten gaan maken voor ons land Suriname. De richting waartoe het moet gaan. En hoe zullen we dat duurzaam op lang termijn en op kort termijn tot ontwikkeling brengen. Dat is hoe wij anno 2018 als jongeren, die vanuit mijnzelfde bril kijken naar ons land, revolutie zien. En dat is die verandering die we met z'n allen zullen meemaken. Het onderwijsproces ook meegenomen in dit traject, omdat technologie, ontwikkeling op dat niveau onderwijs is absoluut de basis die je gaat moeten meenemen als rode draad om al deze zaken teweeg te brengen. Oké, maar je zei me daarnet dat je dus, je bent van de periode 1988. Ja. Doordat er zoveel wordt gesproken over deze periode, revolutieperiode, ik vind het heel mooi hoe je het hebt verwoord. Het is een hele belangrijke en veel besproken politieke periode van Suriname. Als mensen jou nou gaan zeggen van de heer Boete, iets ervaren, zoals mevrouw Ravales het heeft ervaren met alle lof verteld, wat de andere positieve zaken zijn. Maar als mensen jou zullen zeggen, ervaren en iets hebben gelezen of iets hebben onderzocht op het net of uit boeken, zijn twee verschillende dingen. Absoluut. Hoe zou jij ermee omgaan als de mensen je vragen? Hoe komt het dan dat toch die periode je motiveert? Want je hebt het toch ervaren. Het is al voorgekomen. Het enige dat zal verschillen bij ervaren is het gevoel dat je erbij hebt als je iets ervaart. Wat je meeneemt uit iets zal afhangen van waar je staat en wat je wil meenemen. En net als in de opvoeding van huis uit. Je moeder kan je zoveel willen meegeven, uiteindelijk word je wat je wil worden. Wat je hebt meegenomen of wat je wil meenemen uit de opvoeding is wat jij zelf wilt meenemen.
Precies zo benader ik de periode revolutie. Er zijn dingen gebeurd. We betreuren, net als hoe je het zegt, de dingen die minder goed zijn gegaan. En het is absoluut iets dat waarover we ook moeten praten. Maar laten we niet overschaduwen de goede dingen die we eigenlijk kunnen meenemen van die periode om vandaag daarop voor te beduren. En dat is dus waar mijn blik op gericht is. Ja, ja. En dat is dus wat ik meeneem. Het heeft niks te maken met het gevoel, want het gevoel zal jullie niet hebben. Ja. Maar het zijn wel de goede dingen die je eigenlijk kan staven en die voor jou van belang zijn om diezelfde focus, visie en richting waar je naartoe gaat, daar die basis op te kunnen leggen. En daar gaat het bij mij om. Ja, ja. Dus eigenlijk zeg jij me als jongere, ben jij gaan onderzoeken en jij bent zelf gaan kiezen wat je eruit kunt halen. Het is kan bijna neer op het verhaal over is het glas half vol of is het glas half leeg? Half leeg. Yes. Snap je? Dus het waarvoor je kiest in principe. Yes. En daarom zeg je dat je dat dus je motivatie uit die periode haalt. Dat is mijn motivatie. En ik denk dat voor alle jongeren eigenlijk om dat deel van je geschiedenis is goed als je het even weer een beetje gaat inkijken, gaat onderzoeken. Ga navraag doen om te weten wat er allemaal zich heeft voltrokken rond die periode. De goede en de minder goede dingen. Ja, ja. Maar er is hier toch wel iets. Want als die jongeren al door te horen krijgen vanuit de school, vanuit hun organisaties, hoe slecht het is geweest, dan geven ze ook geen enkel kans. Want dat blijft. Hangen. Dus inderdaad, dat is een mooi punt. Maar we komen zo meteen terug op dat punt. We hebben nog iemand geïnterviewd en we gaan ook even luisteren hoe deze persoon de revolutieperiode heeft ervaren. Kijk jullie even met me mee. A refoteng, sami verstaan bij Abi, attendati, dan is de sani, zou comfort. Permitana Oudenburg, uno be abi faya, uno be abi watra, dat de manco eenheid en ami, dat me mekwa werkgroep. Me mekwa werkgroep, de bestuursa, de be de buurti, de ko eenheid en ami, dat we go, langa langa na Wilhelmina straat, mek spraak en amasra boutese, en mekka spraak hata baka drie wiki, me sen machine kong, dikking, pot waterleiding, pot stroom, heel probleem moest los op. Dat passie dat nog bij asfalteer, hebben de wan santi passie. O takangaman, nou, a passie ko doorweg. Vanaf maar die straat, je kan go langa naar Münder. Ako asfalteer go doorom. Meteen bij Grantangi en een volle voetdappe buurtisma. Mino kantak ondustani wan bede, alle volk bede, abede eenheid. Al dus een andere ervaring uit diezelfde revolutieperiode waarover we het al de hele avond hebben. Ik sprak daarnet mevrouw Raffles met de heer Boete over jongeren. Hoe was de ondersteuning van die revolutiebeweging naar de jongeren destijds toe? Kunt u ons daarover iets meer vertellen? Wat er gebeurde, was dat vooral met betrekking tot de vrouwen. Hè? De vrouwen, die namen dan tegelijkertijd ook de jongeren mee. Het was een heel andere tijd als nu. De vrouwen die waren eigenlijk rechtstreeks gekoppeld met hun kinderen. Ik zou het nooit zo zien, eerlijk gezegd. En daarom, zodra de vrouwen iets organiseerden, waren de kinderen erbij. En die kinderen namen hun vriendjes mee en zo ging het verder. Zelfs degene die het vertikte dat hun kinderen zich met Revo bemoeiden, die kinderen kwamen stiekem erbij, want ze vonden het prachtig, de wijze waarop die andere kinderen met hun ouders meegingen om de projecten te ondersteunen. Dus zo hebben we de kinderen ook gemobiliseerd. Ik zei al dat het op een bepaald ogenblik
ontdekten we dat we vooral de meisjes gingen activeren om te studeren. En dat is ook gebeurd. Want toen we dat onderzoek deden, VOS, VOJ, VOS, universiteit, waren het vooral de jonge meisjes die daar waren. Een van de zaken die we bijvoorbeeld per se hebben aangepakt toen, dat was die kwestie van jeugdzwangerschappen. De mensen zeiden gewoon van als een meisje in de klas zwanger was. Nee, ik wil niet dat mijn kind zich bemoeit met dat kind. Dus dat kind werd van school verwijderd. Maar wij hebben de mensen de ogen geopend en gezegd van luister, daar zijn twee voor nodig. Dus dat meisje moet verder gaan met haar schoolcarrière. En het is straf genoeg natuurlijk, omdat je ervan uitgaat, jeugdzwangerschap, dat kind, haar jeugd is praktisch voorbij. Wij moeten ervoor zorgen dat ze verder blijft studeren, waardoor ze dus de gelegenheid krijgt zich later in die maatschappij van die straf te ontdoen, omdat zij meegroeit met de kinderen groeien mee met haar. En dat ze een goede moeder kan zijn. Dus we hebben dat ook meegemaakt. En dat is een van de dingen waarvan je kan zeggen, we zijn er aardig in geslaagd om de jongeren met ons mee te krijgen. Dus dat is een hele mooie invalshoek. Ik zou het nooit zo hebben gezien dat als je dus de vrouwen organiseert, dat je dan automatisch de jongeren meekrijgt, omdat de jongeren vaker gerelateerd zijn aan die moeders. Aan de moeders. Dat is een hele mooie invalshoek. Ja. Ik hoorde, meneer Boete, ik hoorde die meneer in ons interview praten over een heel interessant ding. En dat is de buurtorganisaties. De Maimoksikawang in de buurt om iets zelfs voor de buurt te doen. Ja. Zie jij iets daarvan terug nu? Er komt wel eens voor dat een buurtorganisatie een initiatief neemt om een probleem in de buurt op te lossen of om iets te organiseren voor de buurt. Maar je ziet het niet heel veel meer gebeuren. Vroeger had je dus jeugdcentra, of nou ja, niet zo lang geleden had je nog jeugdcentra die dan de buurten, de buurtorganisaties in tact bracht. En van daaruit dus waren er organisaties verricht. Ik was zelf ook deel van een van de buurtorganisaties, Stibila, omdat ik uit Latour kwam. En ik weet nog dat we in onze tijd leuke activiteiten hebben georganiseerd, zoals Dag voor de Ouderen in de buurt. We hebben in Latour ook bonte avonden gehad, filmavonden. En dat zijn dingen die ik toch wel veel mist in Latour op dit moment. Maar in mijn jaren, het was niet in de revolutieperiode, maar tot mijn 12e, 13e, dat deden we dat voor van leuke dingetjes wel nog. Dus als je dus kijkt naar dingen die je zou kunnen meenemen vanuit die periode, dat zijn het wel dit soort van dingen waarbij je weer de buurt in actie brengt. Dat de buurt actie gaat ondernemen, dat de buurt gaat proberen om zoveel mogelijk dingen die de buurt raken op te lossen. Ervoor zorgen dat er genoeg ontspanningsactiviteiten zijn voor ouderen, maar ook voor jongeren. Het zijn zaken die we, allemaal positieve dingen, die we kunnen meenemen en die eigenlijk voor zorgen dat een goede harmonie is in de omgeving. Ja. En we merken dus als we naar mevrouw Raveles luisteren, dat inderdaad ook gevoed werd door die revolutiebeweging, zo de buurt bij elkaar. Ja. Trouwens, die meneer in het interview zegt dat ook. Uiteindelijk. Ja. Maar zoals er een vrouwenconferentie is geweest, is er ook een jongerenconferentie geweest, waaruit een heleboel is voortgekomen. Ja, ja. Dus ook dat was in die organisatie. Discipline, zelfredzaamheid. Ik denk dat meneer Boete het ook al erover had, dat je dingen zelf moet leren doen, innovatief moet zijn, creatief moet zijn, vooral in perioden waarbij de zaken niet voor het rapen zijn. Hoe was dat in de revolutieperiode, de discipline, de zelfraadzaamheid? Hoe hebt u dat ervaren, mevrouw Raveles? Het was georganiseerd vanuit de verschillende secties, toch? Ik zei al, de 25 februari beweging
was georganiseerd in verschillende secties. En daar werd onder andere de discipline bijgebracht. Waarom? Je kwam per sectie bij elkaar en dan werd er gesproken over de zaken die de sectie raakte. Dus het belang van die groep. Daar werd over gesproken. En dat was per sectie het geval. Ja, bijvoorbeeld de groep die zich bezighield met de landbouw. En dan gaat men de landbouwers consulteren. De landbouwers komen met hun problemen enzovoort. Zo is het verder helemaal georganiseerd geweest. Ja, ja. Dus in die tijd had je een grotere vorm van organisatie. Laten we dat zo zeggen. Effectievere vorm eigenlijk. Juist. En daar is het toen mee begonnen dat mensen zich eigenlijk, ze hadden het gevoel dat hun belangen werden behartigd. Een van de prachtige momenten, dat is eigenlijk alfabetisering geweest. Alfabetiseringsprojecten die toen werden uitgewerkt. En vrijwilligers gingen over het hele land om mensen te alfabetiseren. Dat is een geweldig project geweest. Oké, we hebben natuurlijk ook weer nog iemand geïnterviewd. En laten we ook eventjes gaan kijken hoe deze meneer de revolutieperiode heeft ervaren. In het tempo van mijn 14 jaar, mijn verstand, dus mijn tapsijs, voorheen toe en vanaf revolutie, daar heb ik mijn sipe, Hindustani, Blakaman, Nanga Japanese roko samen, want bijvoorbeeld noem weg naar zee, de man met straat is samen, nanga de sandat. Voorzien een bab de sandat. Voorzien in een bevel de sandat, maar in dat tempo revo, je ziet dat per eenheid komt tussen a Sandam people. En dat drape, de man zabent de kakondre abra, de man score. Want de man chala follow in wang. Bijvoorbeeld brasadi, na wang voor ding. Sa de machar kom. Brasa de ibe de wan sani, be ala suma ben brasa en se makanda, de ma ben roko makanda, de ma ben sani, de machar ala de follow koin, want dat de mekar brasa de. Het mooie dat ik heb kunnen halen uit dit interview van die meneer is een heel prachtig punt dat we in principe tot nu toe nog zien door de mensen die dus die revolutiebeweging hebben geïnitieerd, is dat woord eenheid. Ik wist zelfs persoonlijk niet, heb ik ook iets bijgeleerd, dat dus de Brasadei is georganiseerd in die periode. Eenheid. Hoe ging die revolutiebeweging daarmee om? Alleen al het feit dat in die revolutie alle mensen, de doorsnee Surinamers, gewoon niet van plaatsen in etniciteit, de doorsnee Surinamer van overal deelnam aan de revolutie, is voor mij een teken geweest dat wij er aardig in geslaagd zijn toen om de mensen in eenheid bij elkaar te brengen. En iedereen deed mee. Je zag mensen van het binnenland, je zag mensen van de inheemse, je zag mensen van Wanika, overal. En het jammer was eigenlijk voor de oude politieke partijen dat ook mensen van hun partijen zich aansloten bij die beweging. Want hun politieke partij was in feite een beetje on hold gezet in die periode. Maar we hadden enorme massa's. Als er op het onafhankelijkheidsplein werd vergaderd, zo'n brassade, dan was het plein vol. Hoeveel mensen kwamen dan samen daar? Dat waren 10.000 mensen, misschien wel meer, die bij elkaar kwamen. En dat waren mensen van
echt allerlei plumage. En het waren Surinamers. Ja. Dat is het mooie dus van geschiedenis. Als je dus kijkt, je ziet terug dat er een moment was waar een beetje onderling onder de rassen niet echt eenheid was. En er komt dus een revolutie waarbij je op een gegeven moment weer probeert om de rassen bij elkaar te brengen. Na die periode krijg je dus een situatie waarbij, zeker als je kijkt binnen de politiek, omdat het een politieke geschiedenis is, hoe je nou draait of keer, dat partijen werden opgericht op basis van etniciteit. Nu vrij recent zien we dus wel dat er een revolutie weer bezig is, zonder dat we het weer doorhebben. En ik hou echt van die mooie dingen die je niet echt gelijk ziet, dat etnische partijen overgaan tot Surinaamse partijen. Partijen die bijvoorbeeld zich concentreren op een bepaald rasgebied in het land, die proberen zich nu overal te vestigen. Ja toch? Dus op een gegeven moment dwingt het volk ieder die zich daar wil begeven om het volk te leiden, om zo interraciaal mogelijk te zijn, om leiding te kunnen geven aan ons land. Dus hoe je het nou draait of keert, we krijgen weer dezelfde kenmerken van revolutie in die tijd te zien in Suriname. Ja. Waarbij het volk onszelf dwingt om die eenheid te brengen. Ja. Weet je? Dus dat is voor mij eigenlijk als jongere heel mooi om te zien. Je hebt een beetje research gedaan. Je weet wat de dingen zijn die zich hebben voorgedaan. En als je ze terugziet, is het heel mooi om te zien. Eenheid is inderdaad een heel belangrijk... Natievorming. Vooral voor een land als Suriname, zeker, met zo'n multiraciale samenleving. En daarom heeft dus ook de dichter destijds, dichter Dobro, een prachtig gedicht geschreven. Als je nou jong bent, als je nou oud bent, ik denk vanuit de schoolbanken, leer je dit, hoor je dit, zie je dit, lees je dit. Het gedicht is Wangbom. Kijk even met me mee naar het gedicht. Wangbom van dichter Dobro. Wangbom. So many we weary. One bong. One liba. So many critchy. All I got one say. One ede. So many praxeri. Praxeri pe one boom moose there. One gado. So many fasifu and beji. Ma one papa. So one sranang. So many weary. So many sting, so many tongue, one people. Wangbom van meneer Dobro. Ik zou mij niet een beter gedicht kunnen indenken om eenheid te illustreren. Vooral in zo'n multiculturele samenleving. Mevrouw Rafales, het is de redactie van NII ten orde gekomen, meneer Boutou ook, ik weet niet of jullie iets ervan wisten, dat er op een school of op bepaalde scholen, als je dus straf krijgt, dat jouw straf is dat je dus de volgende dag de vlag moet hijsen. Dat wordt er, althans dat is dus de redactie ten oor gekomen van het NII, dat het op bepaalde scholen zo is dat je als straf krijgt het hijsen van de vlag. Ik hoef niet heel diep daarop in te gaan, want het is een erg belachelijk verschijnsel. Ik kan me in principe niet indenken dat een straf, dat je dus het hezen van de Surinaamse vlag associeert met een straf. Die hele benadering is verkeerd. Is helemaal heel veel van heel verwarrend. Maar wat zouden we moeten doen om even dat stukje bij dat stukje te blijven? Wat zouden we moeten doen om trotse Surinamer te gaan voelen en worden? Ik denk dat het belangrijk is dat zeker school waar je eigenlijk de tweede plek waar je wordt opgevoed naast thuis is, dat het belangrijk is dat de bewustwording al vanaf kleins af wordt gebracht naar de mensen. Hoe belangrijk het is om je vlag, je symbool van je land te waarderen. En dat een leerkracht of een docent het zodanig kan brengen om dat te associëren met een straf, zegt al heel veel van hoe ver we zijn gevallen. Onverstaanbaar. De Amerikaan die dient zijn vlag eigenlijk. En ik neem de Amerikaan als voorbeeld, omdat dat toch wel een van de machtigste staten is in Suriname. En je ziet hoeveel waarde men hecht aan hun vlag en hun volkslied. En ik denk dat als we vanaf kleins af thuis, ouders, docent bij de opvoeding,
het belang hiervan overbrengen aan onze mensen om te weten hoe belangrijk het is. Het is vaderlandse liefde, het is natievorming, het is eigenlijk daar begint je dag mee. Ja, echt. Het is hier waar je geboren bent. Als je dat niet waardeert, hoe wil je succes hebben in je leven? Hoe dus wil je vindt dat het trotsgevoel, als Surinamer, trotsgevoel gevoeld moet worden juist exactly. Op school? Helemaal. Bent u ook dezelfde mening toegedaan? Helemaal. Ja. Ik vind dat als je geen eerbied hebt voor je symbolen, dat je in feite decadent gedrag vertoont. Ja. En ik kan me niets ergers voorstellen dan dat zo'n leerkracht mijn kind zou onderwijzen. Ik kan u vertellen, dit moet gecorrigeerd worden. Ja. Dit moet absoluut gecorrigeerd worden. Het ministerie van Onderwijs moet ingrijpen. Ja. Wat zijn de geleerde lessen uit die revolutiebeweging? U zat er helemaal bij. Wat zijn de geleerde lessen, mevrouw Raveles, uit deze revolutiebeweging? Het was goed samen met elkaar samen te werken. Te werken aan de belangen van alle groepen. Het was bijzonder goed om met elkaar te delen. Wat we in feite nagelaten hebben, is dat we verder zijn gegaan, ook al was de revolutie, zoals men dat zei, vanuit het oorspronkelijke voorbij, want er brak een nieuwe tijd aan, dus we moesten verder gaan, denk ik dat de doelen die wij ons toen hebben gesteld, nu door moeten gaan. We zijn op een bepaald ogenblik, zijn die doelen gestopt voor een aantal mensen, maar degene die erbij waren vanaf het eerste moment en de jongeren die dat van groot belang achten, moeten nu doorgaan, want dezelfde doelen die we ons toen gesteld hebben, die gaan verder. We hebben onze eigen revolutie nu te voeren. De heer Boutou, je hebt het eigenlijk gedurende het hele interview al erover gehad, maar... Maar de geleerde lessen kan je dus in relatie worden gebracht met zaken die we eigenlijk samen hadden opgebouwd, dat we weer bijvoorbeeld hebben laten afbreken of hebben wij zelf weer afgebouwd. Zaken als bijvoorbeeld een goede industrie, als para-industrie. Ik denk dat we moeten leren om dingen die we opbouwen te behouden. Want dan pas heb je dus succes en dan pas kan je dus duurzaam iets mee bereiken. En dat is voor mij een van de betere lessen. En dat we niet meer door tussenkomst van invloeden van mensen buiten onze grenzen weer tegen elkaar gezet moeten worden. Want dan krijg je dus mindere momenten zoals we die gehad hebben. En dat we eigenlijk, als wij als Suriname zeggen dat we met onze eigen kunnen, dit land kunnen opbouwen, dat dat de richting moet zijn. En dat is dus waar ik zelf in geloof. Dat we opbouwen, behouden en verder gaan. Revolutie zoals meneer Boutou het zo mooi verwoord is. Tot hier, stop, ja. Het moet veranderen. Tot slot, mensen. Waar zou er volgens jullie nu een revolutie moeten komen? Op welke gebieden zou er een revolutie moeten komen? Onszelf en onze systemen in het land. En met onze systemen doe ik meer op ons overheidssysteem. Kort en zakelijk dus. Onszelf en onze systemen, mevrouw Raveles. Verandering begint bij jezelf. En dan draag je het over. En we leven in een periode waarbij we nu onze eigen zaak kunnen maken. Onze eigen revolutie. En dat betekent dat wij op weg moeten gaan om het samen te doen. In eenheid. Want de grote verliezer
is Suriname. Als we daarin niet slagen. Ja. Mevrouw Raffales en meneer Boutou. Ik zou jullie heel hartelijk willen bedanken voor jullie komst naar Opinie. Yes, het was een heel ophelderend gesprek voor het verhaal aan de kant van mevrouw Raffales. Heel hartelijk dank mensen. Dank jullie wel. Dat is groot genoeg. Tot groot genoeg. Vanavond hadden we het over de nalatenschap van de revolutie. Het is mooi natuurlijk om te zien dat we vanavond de zaken in balans hebben gebracht. Dat je dus niet alleen een vervelende kant hebt van deze revolutiebeweging, maar dat je ook een andere kant hebt van de revolutie. Zoals we vanavond hebben gehoord, merken we dat de revolutie in zich had die eenheid. Zoals een van de mensen zei, de Brazzadee. Dat die revolutie in zich had productie. Die revolutiebeweging had ook hoog in een vaandel dat vrouwen de mogelijkheid moesten krijgen om hun ding te doen. Niet te vergeten de jongeren die zij graag georganiseerd wilden zien. Dit alles en er nog een aantal andere zaken die deze revolutiebeweging in zich had. Ik hoop dat u iets hebt kunnen hebben aan deze aflevering van Opinie. Voor de herhaling kunt u kijken op de woensdag en de vrijdag telkens om 9 uur. En als u die ook hebt gemist, dan gaat u rustig naar de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Dit was het weer geweest voor deze aflevering van Opinie. Dag. Opinie.